Yo, kijkers van Online Games, en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van het WK 2008 met vandaag de kwartfinale tussen Zweden en Engeland. De belangrijke wedstrijd, ik speel gewoon lekker vandaag met de Engelsen. Denk ik, jawel, de Engelsen moeten dat wel lukken tegen Zweden. Goed, we zullen zien, we gaan in ieder geval de wedstrijd voorspellen. Ik hoop dat je behoorlijk veel zin hebt. Laten we gewoon heerlijk beginnen. Jawel. Ja, goed. Nou. Mooi. In het Samara Arena. Kwartfinale. De spanning is om te snijden. Vanuit de Samara Arena gaan we de wedstrijd live volgen. Kwartfinale. Op zich is aan de tabel waar Engeland speelt, Engeland een van de sterkste teams. Welkom iedereen. Vandaag de kwartfinale van het WK 2008. Kroatië zit er ook in Rusland trouwens ook. Ze hebben een lange weg afgelegd en mogen opnieuw het beste spel laten zien, terwijl de hele wereld meekijkt. Er is al veel gezegd en geschreven, maar vandaag is het al zover. Zweden neemt het op tegen Engeland. Kijk, maar zie je het? Het zijn dus de aan de rechterkant links hier TV-evenementen ter wereld. België, Frankrijk, Uruguay, meer dan 3 miljard mensen. Ja, en naar de finale kijken zo'n miljard mensen kun je het niet voorstellen. Maar die hebben natuurlijk gisteren voorspeld. Niet bij stilstaan, je zult dus dan echt doorgaan naar de halve finale. Maar goed, we zullen zien de volksliederen van Engeland en Zweden. In de Samara Arena kunnen 45.000 mensen naar de wedstrijden gaan kijken. Dit is een prachtig stadion. De volksliederen zijn gedaan. Vooral het imposante dak, hè. Moet je eens kijken. Ja, het is toch een opvallend onderdeel van dit pas geopende stadion. Het hangt op een hoogte van wel 65 meter. Wie gaat er door naar de halve finale? En dit zijn op zijn van Zweden, Olsen en Nadua onder de lat. Ze gaan vandaag voetballen. Lustig, Lindelof, Grandquest, Olsen, Gleeson, Larsson, Svensson, Forsberg. Ja, toen ik voetbal, hè, en ik in de spits Ola Toivonen en Berg in een 4-4-2 om een spits in de buurt. Jan Andersson is de trainer. Is niet alle aandacht van de verdedigers. Stelling van Engeland, 5-2-1-2 op zijn hart in het duo. Walker, Younes, Stones, Maguire, Rosé. Dit zijn Henderson, de spelers die vandaag ten strijde trekken voor Engeland. Ali. 5-3-2 deze keer. Wat betekent dat eigenlijk en voor de Kane en Rashford. Nou, dus een beetje de vraag even. Dit is met, echt met 5 achteren, zo willen ze de boel achteren dicht houden. Maar goed, de wedstrijd is in ieder geval begonnen tussen Zweden en Engeland. Het kan best een leuke en interessante wedstrijd worden. Wie gaat er naar de halve finale? Larsson. Bij de laatste vier. Dat ziet er kansrijk van uit. WK. Gaat hij voor een schot? Die paas wordt doorzien. Eerste kans van de wedstrijd, Aanroever. Dat had de openingsgoal moeten zijn, maar volgens mij is hij nog niet helemaal wakker uit de kleedkamer gekomen. Nee, volgens mij ook niet. Die had er echt in gemoeten, Evert. Dat was de eerste kans. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Derde Ellie scoort, het is 1-0. Ja, precies goed gedaan. 1-0 Engeland. Geweldig, kijk. Wat een loei. Hij ziet gewoon eens in een keer. En hij zit. En ja, het is 1-0 voor Engeland. Met een voorsprong voor de Engelsen. Sebastian Larsson. Ola Toivonen. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen?
Een plaatje hoor, deze brede paas. Aanval in de kiem gesmoord. Rashford. Kane. Michael Lustig. Het is ook ver. Een paas op een grote afstand. Ik had niet verwacht dat ze zo ver zouden komen, echt niet. Ik dacht, Zweden gaat wel het. Gaat niet de groepsfase halen. Ik denk dat Duitsland en Mexico de groepsfase gingen halen. Maar nee, want de Zweden en Mexico. Zweden zelfs groepswinnaar. Waar ze uitkwamen. En Zweden zet een aanval. De eerste knock-out fase gewonnen. De laatste 16. Ben je door in de kwartfinale gespeeld. Anderson. Maar van Engeland lukt het gewoon niet. Kane, ook met zo'n loei. De keeper heeft hem. Berg. Larsson. Ola Toivonen. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Kane. Rashford. Kyle Walker. Walker. Verdediging alert. Olson. En weer terug die bal. Paas vindt zijn man. Berg. Dit is best wel goed hoor. Wordt dit een doelpunt? Je ziet zo goed Svensson. Drukken. Die paas wat onderschept. Je kan hij de snelheid erin houden. Goed gezien. Kane, ah jongen toch. Daar Ali. En daar gaat Engeland weer naar voren. Wat? Kane, ah oh, zo vlak langs. De verdediging is zo dichtbij een geweldige goal. Tja, daar werden de verdedigers compleet in de luren gelegd. De vlak langs. Dat is geen kans meer. Maar ja, de goal gaat veel. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De bal gaat richting Kane. En geweldig voor Kane! Wat een lekkere bal! Is dit? Wat een loei! Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal even. Maar de tegenstander zal aan de pak moeten als ze moeten met de nederlaag van de veld kunnen schoppen. Wat een prachtig uitgespeeld doelpunt. Ja, ze zijn duizend klassen beter dan de tegenstander. Geweldig. Laten we dat doelpunt nog eens kijken. Kijk, vanuit de lucht. Tja. 2-0. Terecht 2-0 voor de Engelsen. Ola Toivonen. En nu moet het dus weer de koma. Sebastian Larsson. Hij weet die paas te onderscheppen. Engeland gaat er heel makkelijk doorheen. En het komt... Dat is niet goed voor Nico. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Berg. Vincent. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Dik half uur gespeeld, 2-0 voor Engeland. Wat beslist de scheidsrechter? Vrije trap voor de Engelsen. In deze fase ben je opeens een van de ploegen die de titel kan pakken. Appel waard of niet? Nee. Je loopt het gevaar dat je je bezighoudt met komende wedstrijden. Terwijl je nog de wedstrijd van vandaag op het programma staat. Die moet je zien te winnen. Met beide benen de buitenspelvalling. We hebben heel laat gevlakt hoor, vriend. Ja. Vrij laat gevlakt. Mogelijk een goede kans hier. Hij drijft de Rashford. Rashford.
Andersson! Oh, weer zo'n lekkere bal, hè! Oi, oi, oi! Dat soort doelpunten zien we natuurlijk graag. Heerlijk uit de lucht genomen. Wat een prachtig doel. Allemaal buiten de 16. Ja, worden die allemaal geschoten. Maar het gevoel is heerlijk als die bal precies goed raakt. Buiten de 16. Wordt een eenzijdige bot vandaag. 0-3. Svensson. Jordan Henderson. Zweden mag doorspelen, want de scheidsrechter vindt het een voordeelssituatie. Oh, dit kan een kans worden. Awesome. De bal gaat naar de eerste. Met zo'n voorzet ga je de keeper niet moeilijk maken. Geen controle over de bal. Sebastian, ze hebben alle keer tegen elkaar gespeeld toen. Ola, Toivonen. Ik weet niet wanneer. Dat was op het EK 2012, als ik het goed heb. Dat is een duidelijke toen scoorde. Toen was er 4-2 van Zweden en een rode kaart. Dat moet wel rood zijn. Hij kon kiezen tussen een doelpunt en een rode kaart. Kort en slot dat Ibrahimovic zo'n prachtige omhaal. Ik vind het wel een goede keuze. Even het gewoon neerhalen. Die spelen geen goal tegen. Dan maar met z'n tienen verder. Engeland verder met 10 man. Berg neemt de strafschop. En die gaat er langs. Ja, zo neem je toch ook geen penalty. Nee, hij mist de penalty. Hoe kun je nou zo'n bal missen? Nou. Sebastian Larsson. Wie weet levert dit een kans op. Hij had het te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. 3 minuten extra tijd. Volgens mij gescoord. Het is 1-3. En een doelpunt voor Zweden. 1-3. Belly. Zweden heeft de goal te pakken. Om nog iets te doen terug in deze wedstrijd. Kane. We hebben nog een helft. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Een kwartfinale na 45 minuten zo in je voordeel hebben beslecht. Wat kan er dan nog misgaan, Jury? Dit zijn natuurlijk allemaal topspelers. En nou ja, die gaan zo'n voorsprong natuurlijk niet uit handen geven. Nee. Engeland gaat goed hoor. Maakt zich wellicht. Maar je wilt altijd maar zeggen, hè? We gaan gewoon lekker door met Zweden. Hoe lang zijn ze bezig? Oh, dat we gaan lekker door met helft nummertje 2. Ja. We hebben afgetrapt, Jury. Maar ja, Zweden heeft wel een mannetje meer, hè? Nou ja, je gaat zo'n kwartfinale altijd een tikkeltje voorzichtig in. Maar in de tweede helft gaan de beslissingen vallen. Dus als je het mij vraagt, gaan we nog een mooie 45 minuten tegemoet. Dele Alli drijft de bal op. Die ruikt zijn kansen. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Naar Ellie. Kane. Nou ja, poging was. Die zit niet. In ieder geval proberen ze niet alleen maar de wedstrijd uit te spelen. Een strak schot van grote afstand, maar helaas geen goal. Goede kans. 1-3. Dat is niet jongen, dat is heel dom. Frank Priest. Larsson. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft. Forsberg. Nou, persoonlijk vind ik dat hij het niet slecht gedaan heeft in de eerste helft. En hij heeft zijn roepen te pakken. Forsberg. Maar de rest van de ploeg liet het een beetje afweten. En daardoor staan ze achter. Svensson. Forsberg. Hij zoekt naar ondersteuning. Larsson. Toivonen. Voor het doel met die bal. Komt die verdediger tegen. Dele Alli. De scheidsrechter fluit. Wat heeft hij gezien? Mag je niet meer doen? Zo gaat Engeland toch. Zo gaat Zweden echt drukken hoor. Zweden goals verschil. Ja, je kunt nog winnen, hè. Denk naar de wedstrijd. Die bal is niet ongevaarlijk Japan hoor. Tegen België. Het leidt tot hachelijke momenten in de 16. Oké.
Ja, Kane die kan hier niet veel. Zweden mag doorspelen, want de scheidsrechter vindt het een voordeelssituatie. Larsson. Hij, die wordt weggestuurd. Voordat je weet is het 3-2. Nu scoren. Goeie redding van Haar. Die bal gaat er net niet in. Een mooie redding. Geweldige redding. Kaart voor Dara Alli. Dit was een pittige overtreding en de scheids besluit dan ook geel te geven. Larsson eruit. Wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. Tijd voor de coach om in te grijpen en een andere tactiek te hanteren. Nu eens zien of ze de achterstand kunnen wegwerken. Albin Ekdal. Goeie kans en hard, goede redding. Ingreep door de keeper. De Zwedenaren gaan toch wel wat drukken. Ze zijn toch goed opnemen. Hoor. De bal wordt in de 16 slechte eerste helft kan in één keer een goede tweede helft zijn. Moeite die bal weg te krijgen. Rashford. Rashford. Dat is het geen met het spel, dan mag hij doorgaan. Kane. En dan had hij meer. En scoort. Het is, hij wordt afgekeurd. Hij wordt afgekeurd. Hij keurde hem af. Dat is buiten spel. Klopt dat ook. De herhaling zal uitwijzen op de grens. Zeg tegelijkertijd. Zo is dat even. Ja, dat klopt. Hoewel het er in eerste instantie niet naar uitzag, moet ik de grensrechter toch gelijk geven. Buiten spel, geen doel. Komt hem door naar zijn ploeggenoot. Engeland probeert een aanval op te zetten. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem al kwijt? Toivonen. Kijk, dat wist ik dat jij dat precies ging doen, Toivonen. Het is lopen met de bal op de helft van de tegenstander. Maar ik kan niet één verdediger twee Zwedenaren aanpakken. Dat kan niet. Albin Ekdal. Dus dan moet je maar laten gaan. Olsson. Een schermutseling. Niks aan de hand, voordeel voor de Engelsen. Weer buitenspel, verdomme. Buitenspel volgens de scheidsrechter, anders was het al het doelpunt geweest. De coach gaat voor een andere tactiek. Prima natuurlijk, ze stonden niet voor niets achter. Nu is het geen wedstrijd. Krankwist. Martin Olsson. Albin Ekdal. En Zweden zet een aanval op. Die pakt die bal op. Joe Hart. Oh, trapt de bal naar voren. Er staan nog 20 minuten op de klok. Dat is wel goed gedaan hoor. Martin Olsson. 20 minuten. Wat gaat de scheidsrechter hiermee doen? Vrije trap voor Zweden. Vrije trap is genomen. Wat een slordige opbouw. Nu zijn ze de bal kwijt op een gevaarlijke positie. Olsson. Klein kwartiertje nog. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Kwartier, bedoel ik. Martin Olsson. Hij krijgt steun van een aantal medespelers. Hij heeft de bal alweer te pakken. Ze waren hem kwijt, maar hij verovert hem met één terug. Goed gedaan. Michael Lustig. Zweden heeft de tweede helft goed flink nu verdedigd. Aangevat. Maar dat was niet voldoende, denk ik. De langs. En het spel gaat verder. Zo gaat toch Engeland gewoon door. Als de wedstrijd wordt, dan weet ik het niet meer, Juri. Precies even. Zweden heeft van alles geprobeerd. Voor zijn elftal vandaag. En ja, moet je dat niet horen. Die is er vandoor. Hij wordt weggestuurd. Vrije Kane, kant. Ja, dan is dit de goal. Ja. 4-1. Kijk, het hoeft niet altijd maar snoeihard te zijn. Met een welgeplaatst schot kom je er ook. Je ziet hem kijken. Een geplaatst schot. Hij maakt zijn tweede van de dag. Als je zoiets hebt. En je hebt hem moeilijk goed geprobeerd aan te lobben. En dat lukt. We gaan nog eens kijken. Want die gozer zat er wel bijna aan hoor. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Hij speelt de hele dag al goede passes. Nou, wat gaat de scheidsrechter beslissen? Komt er een kaart? En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Rashford. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Dat is dom van de Zweden.
Scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Doe dat die. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Die bal is natuurlijk voor de doelman. Goeie redding. Zo gaat het, weet ik gewoon. Ik bedoel, Engeland gewoon heel makkelijk door. Olsson. En Zweden flinke nederlaag. Michael Lustig. Gepakt dan. De bal komt voor het doel. We hebben nog een krappe 4 minuten aan reguliere speeltijd. Mooi in de loop gegeven. Okay. Daar komt de volgende doelpunt niet aan. Hier inleveren, zegt de keeper. Marcus Berg. Nou, hij gaat. Wordt dit een doelpunt? Misschien komt er nog een goal van Zweden aan. Nee. 40 seconden nog in de reguliere speeltijd. Hij kiest ervoor en nu uithalen. Daar reageert die keeper alert op die kopbal. Drie minuten bestuurd. Dat is echt een geweldige reflex. Met die kopbal, daar was weinig meer. Waar gaat het zijn of niet? Ah ja. Johansson. En dan naar de halve finale. Op dit toernooi. En spelen tegen Rusland of Kroatië. Zegter blaast op zijn fluit. Ja. Engeland naar de halve finale. Ze hebben de kwartfinale gewonnen en gaan dus nu door met hun opmars richting de finale. Ja, en dan kunnen ze de beker misschien ook nog wel eens winnen. We zullen zien hoe het gaat aflopen. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon 2 gemaakt. Hè. Dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen. Engeland gaat door naar de halve finale. En dan ze met hem kunnen samenspelen. Ja, ga ik denk het dat gewoon dat vandaag zo, ze de zee geven op bij laten, denk ik, jongens. Maakt zich wel. Ja, goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot straks dan weer, jongens. Oh, je tijd verschil wordt onverzeerd, dus dat maakt het wel uit. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende wedstrijd vandaag weer. Mazzel!